Lens Armstrong komt niet naar de drijvende kaai in Roosendaal op 2 augustus. De organisatie is er wel in geslaagd om Andy Schlek, Robert Geesink en Basso vast te leggen. Het publiek wordt verwend met een compleet nieuw podium aan de kade. Op een nieuw LCD-scherm in het podium is de koers beter live te volgen. Vanwege de veiligheid is het aantal grote nooduitgangen op verzoek van de gemeente uitgebreid van 3 naar 4.